Kijk eens hoe mooi. In dit hotel hebben we ooit toch een hele andere vibe als Hasselt. Hè? Ga ik vandaag nieuwe merch items laten zien. Dat zou dan dit zijn met een klein design erop. Goedemorgen dames en heren. Ook iets zeggen. Goedemorgen dames en heren. Welkom bij weer een gloednieuwe vlog. Wij zijn vandaag in het mooie Maastricht. Ja, we zijn deze morgen opgestaan en we zijn al helemaal naar hier gereden. En we gaan nu een beetje chillen in Maastricht vandaag. Kijk eens, we hebben hier geparkeerd en we gaan nu richting het centrum. En Bo vraagt al zo lang om te komen, dus... Ik hou wel van Maastricht. Ja, Maastricht is ook echt leuk. Het is veel leuker zo als Hasselt of zo. Ja, heel anders. Dus ik heb er zin in. We gaan iets kopen hier. Ja, wat dan? Krompoes. Ja? Ja. Dat wil Bo graag. Dan weten we echt het verschil tussen onze zelfgemaakte en die van de bakker. Dat is wel waar. Want bij ons verkopen ze het dus niet in de bakker, maar hier wel. In de street. Yep. Kijk eens hoe mooi. In dit hotel hebben we ooit geslapen, hè? Vorig jaar? Nee. Bijna twee. Dit jaar? Januari? Ah ja, dit jaar januari. Maar dat leek echt al super lang. Ja, bijna. Binnen 2 maanden. Allee. Maar dat was hier zo in dit mooie hotel. Dat was echt heel mooi, hè? Ja. Alleen veel lawaai waar wij lagen. Ja, omdat we hier op helemaal beneden lagen. Ja. Aan de straat. Aan de straat, maar... Ik heb dat toen ook gevlogd, besef. Ja. Maar dat nooit online gezet. Ontbijt was ook goed. Oef, heerlijk. Nou, Bo had het koud, dus... Ik heb een jas gekocht. Even al een jas gekocht. Dat kan toch niet, hè? Tadaa. Mooi, hoor. Mooie lange jas. Ja, mooi. Waar gaan we nu naartoe? Ik wil die schoenenwinkel daar. Schoenenwinkel. Bo kon haar weer niet laten en... heeft weer van alles besteld hier. Kijk eens. Cheese, wat is het? Cheesecake? Ja, dat is en ze heeft een koekje voor mij besteld. Wat zijn wij toch een levensgenieters, hè? Niet te doen, wij. Nee, hey, maar supergezellig. Je zit hier aan het water in Maastricht. En wat voor smoothie is dit? Exotic Sunshine. Ik drink elke dag een smoothie. Ja? Ja. Gezond, hoor. Nou, gaan we eens proeven van dit koekje. Lekker. Dit is heerlijk. Waarom voelt het zoals gewoon buitenland? Echt, ja, het is ook wel, maar... We zijn ook wel in Nederland, maar... Gewoon zo de omgeving hier... Het voelt echt leuk om eens weg te zijn. Komt even een bootje aan. Ik vind Maastricht echt mooi. Waarom hebben wij niet zoiets gezien? Allee, Hasselt is niet meer zo gezellig. Heel gezellig. Ja, maar dat is verder, hè. Maastricht is gewoon kort erbij, besef. Hey, maar zo dit brugje en zo. Echt gezellig dit. Ik vind het helemaal mooi. Met z'n tweetjes. In Maastricht. Mom and dad. Het is gelukkig wel rustig zoals je ziet vandaag hier in Maastricht. En het is hier echt mooi versierd. Kijk eens. Helemaal kerstvibe hier. Gunnig, toen we in januari hier waren, toen waren ze dan net aan het afbreken. Ja, dat is juist. Dus dat blijft eigenlijk lang, hè. 2 maanden. Zo, het weer is ineens helemaal omgeslagen. Dit is pas gezellig ook. Dit is pas gezellig. Bo loopt erbij met haar paraplu. Oeh, ga daar eens kijken. Cool, hè. Vintage kleren, kom. Ga naar binnen. Nou, dit is niet echt onze stijl, denk ik. Ja. Dit is wel heel vintage hier. Het is echt gewoon... oud. Ja, dat is vintage, hè? Dat is vintage, ja. Kijk mensen, dit is een kerk en als we hier eens even binnen gaan... Kijk, dit is gewoon een piep. Je kunt allemaal boeken en zo. En, hier zijn we nogal eens binnen geweest, platen. Hè? En ja, vinylplaten kun je ook kopen boven. Maar ik ben niet zo van de boeken, jij? Nee, we lezen nooit. We lezen echt nooit. Maar we zouden het wel willen doen. Ja, misschien is als ik echt een interessant boek heb of zo, dat ik dat wel zou lezen. Ja, we waren eigenlijk naar hier gekomen voor krampoezen. Maar dat is best een eindje wandelen, dus... Zijn er. Dat is een kwartier wandelen heen. Oho. Ja, wil je graag gaan kijken? Hè? Nee. Toen zijn we met de auto kunnen komen. Jemen, je hebt nu al een obsessie met krompoezen. Lust je dan tompoes ook eigenlijk? Nee. Heb je nog nooit geproefd waarschijnlijk? Ik lust dat wel. Ja? Maar ik hoef geen krompoes. Het is toch weer zo een buikpijn. Dat is veel, hè. En we zagen dat we die daar per 2 moeten kopen, dus... Maar we zijn nog steeds lekker aan het genieten hier in Maastricht. Met het mooie uitzicht. De bootjes die nu wel niet aan het varen zijn, maar... Toch een hele andere vibe als Hasselt, hè. Ja. Geen haat naar Hasselt of zo, is ook een leuke stad, maar het is heel anders. Haat naar Hasselt. Ja, het is gewoon heel anders. Ja. Dit is ook altijd leuk, mensen. Zo van die, eigenlijk, prullenwinkeltjes. Maar ze hebben daar zo... Soms wel leuke habit dingetjes tussen zitten. Kijk, dit... Dit heb jij nodig na No Shave November. Ja, Bo is mijn baard echt al beu gezien. Ook al heb ik amper iets. Ja, inderdaad. Ik ben... What the fuck? Huh? Kijk, dit bedoel ik. Eén voor mijn vingers en één voor mijn voeten. Maar kijk, dit is... Hoe raar. Kijk al deze eenden, mensen. Als ik een eend zou zijn, zou ik deze zijn. Met mijn camera. Ah, ja. Zoveel eenden hier. Dit is wel een hassel.
Ja, in Hasselt heb ik ook zo in, maar die winkel is veel kleiner. Een heel klein tegenstelling. Ja. Zo mensen, Bo heeft een nieuwe jas. Ja, wat heb je nog gekocht? Watjes. De kruidvat en pasta. Hartjespasta. Dus wij gaan stiltjes terug naar de auto gaan, denk ik, want we hebben genoeg stappen gezet hier. Ja. Wou je niet per se komen om iets te kopen, hè? Nee, gewoon even rond te hangen in Maastricht. Zalig. Het is hier gewoon gezellig. Ik heb ook echt veel leuke winkels gezien. Ja, heel veel. Heel origineel. En ja. De sfeer. Ja, het is hier gewoon gezellig met al de lichtjes. Omdat het vandaag een beetje een donkere dag is, staan alle lichten aan, maar het is alleen maar gezellig. Het is fijn dat we voor de donker nog naar huis gaan. Ja. Het is ook niet fijn om in de donker zo te rijden. Dat is waar. Oh mensen, wat een vibe dit. Wat een kerstmuziek. Ik schaam mij voor Sanne. We hebben bijna heel de route kerstmuziek geluisterd. Het is gewoon zo'n vibe, ook met het weer, vroeg donker. Dus. Dat is toch fijn? Jij vroeg het zelf. Maar niet om door... een dorp te rijden met de ramen open en de muziek volle bak. Ik had de ramen open gedaan en de muziek stond echt luid. Dus alle mensen in het dorp dachten, welke gek komt hier weer door. Maar het is toch gewoon leuk dit. Ladies and gentlemen. Wow, ik heb hier super lang niet meer gezeten in de studio, besef ik nu. Maar, zoals ik in de vlog van gisteren zei, ga ik vandaag nieuwe merch items laten zien. Of ja, nieuwe, gewoon nog altijd, ik heb nog nooit merch uitgebracht of zo, voor de mensen die het nog niet wisten. Maar ik ben al super lang aan het designen, aan het kijken wat ik wil. En ik heb nieuwe ideetjes gemaakt. En dat is dit, ik zal even de camera erbij pakken. Dit is eigenlijk het design waar ik tot nu toe het meeste blij van ben. En dat is gewoon de zwarte hoodies met hier BFAM. Ik zal ze even inzoomen. Dit is de voorkant dan, BFAM. En daaronder staat dan een tekst. Gewoon zoiets van, designed in Belgium, bla bla bla. En dit zou dan de achterkant zijn. BFAM clothing staat er nu. Ik weet nog niet of dat de final tekst wordt. Met, ja, ik zie het niet zo goed. Er staat sinds 2023. Maar dat is dus eigenlijk het eerste design waar ik dus, ja, tot nu toe het meeste blij mee ben. Ik had ook nog de grijze hoodies en ik vind de kleur van die hoodie wel echt heel nice. Dat zou dan dit zijn met een klein design erop. Maar dan had ik uiteindelijk ook nog een andere gemaakt en dat was deze hoodie. Deze zwart grijze ook, maar met een ander design aan de voorkant. Ik denk dat ik die iets nicer vind, ook weer met die tekst. BFAM Worldwide staat er dan hier zo, omdat ik dat gewoon echt fucking nice vind. En omdat we ook gewoon worldwide gaan met de vlogs. Dus ja, gewoon BFAM Clothing First Collection, high quality clothing designed in Belgium, distributed worldwide. Dus ja, dat zijn zowat de drie meest favorieten van mij nu. Ik vind die grijs echt zo sick. Alleen, ik denk dat ik het gewoon standaard gehouden en dat ik dus met deze zwarte ga beginnen releasen. En dan uiteindelijk, als dat goed gaat of zo, kan ik die er ook nog bij doen. Maar voor nu denk ik dat het dit gaat worden. Misschien nog niet helemaal zoals je het nu ziet, maar het kan zijn dat er nog een paar kleine aanpassingen gedaan worden, zoals de tekst op de achterkant en zo. Maar laat weten wat jullie ervan vinden. Is dit iets wat jullie zouden dragen? Vinden jullie het nice? Moet het meer opvallend? Moet het minder opvallend? Welk design vinden jullie nice? Let me know, want ik wil wel echt graag gewoon dat het eindelijk af is, dat ik de merch kan uitbrengen. Ik had ook al een soort website gemaakt om even een beetje te kijken. Maar het is voor mij ook allemaal natuurlijk de eerste keer dat ik dit doe. Ik heb nog nooit kleding gemaakt of zo, nog nooit een hoodie gemaakt. Ja, natuurlijk wel die samples en zo, maar dat is niet, dat is anders als dat ik dit ga moeten doen, want dit ga ik in grotere aankopen moeten doen. Maar let me know, ik ben heel benieuwd wat jullie ervan vinden. Ik zeg het, ik denk dat mijn favoriete zwarte hoodie is momenteel. Het zouden trouwens ook hoodies worden zoals je ziet zonder koortjes. Ik vind dat veel nicer. Dan ga je ook het design beter zien. En ja, ik vind dat gewoon echt clean. Kijk, hier ziet je bijvoorbeeld, deze heeft gewoon geen koortjes. Ik vind dat echt nice. Bij deze dus hetzelfde. En ja, dit is gewoon dezelfde hoodie, maar dan met een ander design. Ik zag trouwens net, dames en heren, dat we bijna op de 2500 subs zitten. We gaan weer lekker, we gaan weer beter. De subs zijn weer lekker aan het stijgen. Ik hou van iedereen die abonneert, dus shout-out naar iedereen. Maar ik zou zeggen, blijf abonneren, want we moeten er echt nog maar een paar. En dan heb ik gewoon 2500 abonnees. Crazy. We zijn onderweg naar die 3K, zoals ik al zeg. Dus vergeet niet te abonneren. Join the Bee Family. Oh, misschien ben ik... Waarom heb ik daar nog niet over genacht om daar gewoon merch van te maken? Let me know. Moet er Bee Family merch komen of gewoon Bee Fam? Dat is dus het probleem. Ik heb zoveel ideeën en zoveel mogelijkheden ook om te doen. Maar ik denk dat ik het gewoon lekker simpel ga houden. Zoals de zwarte hoodies. Gewoon clean. Vooraan Bee Fam. Achteraan iets. En boom. Dat is eigenlijk. Horen jullie dat geluid, mensen, op de achtergrond? Dat is de waterkoker. Die is hier weer lekker water aan het koken. Dat is wat een waterkoker doet. Ziet ook zo, Max. Ja, Max, en ik zit er gewoon los over. Goed bezig. Ja, goed bezig, nee, echt goed bezig. We zijn weer water aan het koken, want
We gebruiken gewoon nog steeds elke nacht onze... Hoe noemt het weer? Kruikjes. Super nice. Elke avond gaan we hier water koken en dan vullen we onze kruikjes of bodem dat meestal voor mij. En dat is zo chill om te gaan slapen met lekker warm, ja, gewoon een lekker warm gevoel. Het is ook koud. Het is ook winter. Aan het worden natuurlijk. Dus. Maar die zijn we dus nu weer aan het vullen en dan gaan we lekker slapen. Dus ik check jullie morgen weer. Vergeet niet te liken, te reageren en te abonneren hier beneden op mijn kanaal. We zijn bijna de 2500 subs. Crazy. Thanks allemaal voor het abonneren. Sorry voor het lawaai op de achtergrond, maar wees er morgen weer bij om 5 uur. En dan zeg ik, zoals altijd, ciao!